niet zo heel erg lekker in de branche. Ik word wel aan alle kanten genaaid, maar ik krijg er geen geld meer voor, weet je wel. Het is nu al de 3 dwaze dagen, is dit jaar voor het laatst. Terwijl het was de beste tijd van het jaar. Terwijl die vrouwen dan er binnen liepen en andere wijven weghoekten. Om zo een panacet of een sapcentrifuge binnen te halen. Kwamen die mannen, die gingen even een wandelingetje maken. Dus die kwamen dan bij mij. Ja, het was hard werken. Ik kon 3 dagen niet meer lopen. Ik was uitgewoonder dan een Hongaars vluchtelingenkamp. Maar ja, het is wel weer even geld in de pocket, weet je wel. Maar ja, voorbij. Uit met de pret. En toen dook opeens de lustpil op. Ja, het is natuurlijk pure concurrentievervalsing. Als alle vrouwen die geen zin hebben in van 30 gewoon een pil kunnen nemen, ja, dan is er voor onze tak van sport geen werk meer. Dat is pure broodroof. Begrijp me niet verkeerd, hè? Ik heb niks tegen pillen. Mezelf ook een recreatief gebruiken. Maar ja, waarom wordt elke verantwoordelijkheid neergelegd bij de vrouw? Kijk, vroeger, als vrouwen geen seks wilden, was dat omdat ze niet zwanger wilden worden. Dus daar werd een pil voor uitgevonden, de anticonceptiepil. Toen zei de vrouw, nou, ik heb gewoon geen zin of ik heb hoofdpijn. Ja, daar hebben ze dan nou weer een lustpil voor. Waarom kan een vrouw niet gewoon nee zeggen? Dat is ook in het belang van ons soort vrouwen. Kijk, nooit 1 cent aan mij verdiend. Kijk, als feministische vrouw vind ik dat ze natuurlijk eigenlijk gewoon een pil zouden moeten ontwikkelen, waardoor de man even wat minder zin heeft. Maar ja, daar ga ik natuurlijk niet voor pleiten. Ben je gek? Het is al moeilijk genoeg om mezelf te verkopen. Ik ben moeilijker te verkopen dan een Volkswagen diesel. En je bent natuurlijk toch op een leeftijd dat de markt een beetje begint op te drogen. Ik heb wel eens het idee dat het op Mars natter is dan bij mij. Een slimme meid is op de toekomst voorbereid. Dus die gaat op zoek naar nieuwe markten. En toen dacht ik opeens aan al die nieuwkomers. Er wordt de hele tijd gezegd dat al die asielzoekers ons zoveel geld kosten. Maar je kan er natuurlijk ook wat aan verdienen. Denk in kansen. Ik hoorde dat er een hele stoet met testosteronbommen hierheen komt. Nou, dat klonk mij als muziek in de oren. Die arme mannen die zijn heel Europa doorgereisd. Die hebben een broek vol lust en een enorme druk op de stift. Nou, daar kunnen wij ze vanaf helpen. Maar daar gaat het om in de opvang. Bed, bad, brood en behoeftes. En in hun cultuur denken ze toch dat elke vrouw die niet hun eigen vrouw is, een hoer is. Dus ja, dan kun je er maar beter wat aan verdienen. Ja, toch? En als wij nou ons werk goed doen, kunnen alle Hollandse meiden en vrouwen weer gewoon de straat op. En kan Geert Wilders zich weer bezighouden met moslimstangen. Want je moet die mensen niet alleen ontvangen met open armen, maar ook met open benen.